Er zijn niet zoveel steden meer in Nederland die zich nog zo fraai en haast onaangetast in het land vertonen als Steenwijk. De Olde Veste heeft in de 80-jarige oorlog veel strijd gekend. Het beleg door de Spaanse troepen in oktober 1580 werd onder aanvoering van Johan van der Kornput afgeslagen. Maar in januari 1581 kwam de verraderlijke graaf Rennenberg terug met zijn versterkte troepenmacht en brak de tegenstand. Rennenberg, die eerst aan de kant van de prins van Oranje stond, bracht de noordelijke Nederlanden met bars geweld voor Spanje op de knieën. 10 jaar later zou prins Maurits met succes de vijand verdrijven. De bronzen plaquette in de muur van het voormalige stadsraadhuis herinnert aan dit beleg en ontzet van Steenwijk. Aan de markt van Steenwijk is toch wel te zien dat de stad aanzien genoot in wijde omtrek en dat wilde tonen met dit deftige stadsraad en wijnhuis. De vroede vaderen hadden het goed bekeken toen. Altijd een slok onder handbereik, en zo hoort het ook. In de kleine belendende percelen kan men dat nu doen, op gepaste wijze. Het straatje naast het raadhuis komt uit bij de kleine of Ons Lieve Vrouwenkerk, een laatgotisch bouwwerk uit de 15e eeuw en gewijd aan de Maagd Maria. Het is eigenlijk een wonder dat deze kerk ontsnapt is aan de grote verwoestingen die de Zwollenaren en Geldersen op hun geweten hadden in 1523... Het was in die tijd een schrikbeeld voor een kleine stad om een sterke buurstad te hebben. Het was altijd onderling gedonderd toen. Een stad platbranden was tot daar aan toe, maar van een kerk bleef je af. Pas daarna verrees uit het puin de vesting, door de Steenwijkers liefkozend, de Olde Veste genoemd. De boterwaag staat natuurlijk in de Waagstraat en was vanaf 1642 in gebruik als boter- en graanhandel. In de trapgevel het stadswapen en nog veel meer gevelstenen. De Sint-Clemenskerk werd na de hervorming gewoon Grote Kerk genoemd, omdat Calvinisten nu eenmaal geen heiligen te vernoemen hebben. De driebeukige Hallekerk werd omstreeks 1400 gewijd aan Sint Clemens, een van de eerste pausen van die lange reeks die Clemens heten. En Steenwijk is waarschijnlijk de enige gemeente met een paus in haar stadswapen. Clemens wordt altijd afgebeeld met een anker dat zou wijzen op zijn wonderlijke redding, nadat men hem verzwaard met een anker te water had geworpen en ziet, het anker bleef drijven en de martelaar was op wonderlijke wijze gered. Het is een mooi verhaal waar zelfs de vurigste gelovige geen woord van gelooft. Toen het raadhuis op de markt te klein werd voor de groeiende Veste, kocht men in 1917 het leegstaande Ramswoerte, een grote in jugendstil gebouwde villa van de schatrijke steenwerker Jan Hendrik Tromp Meesters. Hij heeft er maar weinig van genoten. Kort na de voltooiing stierf de bouwheer en zijn weduwe vond het veel te groot. Ramswoerte slaat op de naam van een 18e eeuwer, ene Frederik Ram, en een woerte is een weiland, zodoende. Nadat het jaren had leeggestaan, ontfermde Steenwijk zich over het kostelijke gebouw en zijn schitterende tuinen. Het fraaie glas in loodraam in het trapportaal is een zinnebeeldige voorstelling van de lente. Vlak bij Steenwijk, in het zuidwesten van Drenthe, ligt het onwaarschijnlijk mooie Havelte in een al even schone omgeving.
De dorpskern van Havelte, prachtige boerderijen onder hoge bomen, is praktisch ongewijzigd en ongeschonden. De slingerpaden tussen de boerderijen noden tot lang en lui slenteren. Wat slordig rondgestrooid liggen de boerderijen met hun prachtig verweerde schuren om de dorpskern, met als opvallende blikvanger het vroegere Schultenhuis van Havelte, woonhuis van de Schulte of Schout, de plaatselijke rechter. Kijkt u maar even rustig rond. Even buiten Havelte bevindt zich de buurtschap Eursingen. Uit het oogpunt van landschapsschoon een van de meest volmaakte harmonische nederzettingen in Drenthe. Zo'n aantrekkelijke omgeving vraagt als het ware om een kasteel. Of op zijn minst een oude borg. U komt er niet bedrogen uit. Die is er. In het prachtige land van Eursingen ligt het eeuwenoude landhuis Oversingen. Een adellijke behuizing met poortgebouw en grote schuur. In de muren op het binnenplein zijn de familiewapens van Struik en Lindhorst Homan ingemetseld. Het is geen kasteel, het is ook geen boerderij, het is van alle twee wat. Wat vooral opvalt is de grote groene ruimte rond het huis en de stilte. Geen wonder dat Oversingen ideaal gelegen was als volkshogeschool. Dit ontdek je plekje ging over Steenwijk, Havelte en het kleine groene paradijs van Eursingen. En vader Kat zou ongetwijfeld gezegd hebben: nu gij zo zoetgezind doorwandelt deze dreven, het zal u zoet vermaak aan lijf en zielen geven.